Welkom bij Thuis bij Elven. Wat een hele leuke uitzending. We praten met Inge van de PBD. Wij praten met Falco over duurzaamheid. Linda heeft een vlog gemaakt. En natuurlijk quiz en de grap. Quincy die praat met Inge over het slapen. Inge is van de PBD. Goedenavond, mevrouw. Ik ben Quincy Hendricks. De PBD heeft ons gevraagd om op bezoek te komen. En die helpen met de slaap. Misschien kun je er tips over krijgen. Ik heb ze zelf uitgenodigd op mijn mooie slaapkamer. Wil je even voorstellen? Ik ben Inge en ik werk bij de PPD. Kan je dat uitleggen? De PPD? Ja. Ja, de PPD is eigenlijk een afkorting en dat staat voor Pedagogisch Psychologische Dienst. En dat betekent dat daar werken alle orthopedagogen en psychologen van Elver. En wat doe je daar vooral? Wij doen echt een heleboel. Het belangrijkste is dat wij er zijn voor de begeleiders, dat de begeleiders jullie goed kunnen begeleiden. En als de begeleiders vragen hebben, dan komen ze bij ons. En ik hoor jullie ook over met slapen. Ja. Kun je dus even uitleggen? Ja. We hebben sinds ongeveer anderhalf jaar hebben we bij Elver een slaapteam. Daarin zitten ergotherapeuten en mensen van de PPD. En als mensen, bewoners van Elver, niet goed kunnen slapen, ja, dan gaan wij onderzoeken hoe dat kan. Hoe kun je ons helpen met slaapproblemen? Wat we eerst altijd doen, is dan gaan we kijken, is alles rondom de slaap goed geregeld? Dus gaat iemand niet te vroeg naar bed, als je nog helemaal niet moe bent? Of wat gaat iemand dan de hele nacht doen? Ben je al wel toe om aan slapen? Is het niet te warm in je slaapkamer? Heb je niet een tablet bij je, dat je de hele tijd het blauwe licht in je gezicht hebt? Want dat is ook niet zo goed voor je slaap. Dat soort dingen, daar gaan we eerst naar kijken. En als dat allemaal goed is, dan gaan we echt een slaaponderzoek doen. Ja. En dan gaan we soms met een camera, of soms met een horloge, of met een matje in je bed gaan we kijken. Hoe slaap je eigenlijk? Hoe vaak word je 's nachts wakker? En wat doe je dan als je 's nachts wakker bent? En waar kan het dan aan liggen dat je eigenlijk niet zo goed slaapt? En wat is dat slaapmatje? Dat slaapmatje, dat heet de M-Fit. En die meet je hartslag en hoeveel je beweegt. Oh ja. En daaraan kan die zien of je slaapt of dat je wakker bent. En wat voor hulpmiddelen hebben jullie? Kan je wat laten zien? Wat over uitleggen? Ja, zeker. Ja, we hebben een Somnox. En de Somnox is een soort kussen. En die helpt jou om rustig te ademen. En door die rustige ademhaling val je sneller in slaap. En we hebben bijvoorbeeld een white noise apparaat. En die zorgt ervoor dat je niet zo'n last hebt van alle geluiden die er in een woning zijn. Dus die maakt de hele tijd een geluidje en die leiden je hersenen een beetje af van alle andere geluidjes die er om je heen zijn. Oh ja, handig. En we hebben bijvoorbeeld ook een bedtijdotter. En daar staat een fijn muziekje op, een rustgevend muziekje. En een projector zit daarbij. En die is heel fijn om ook rustig bij in slaap te vallen, dat kan ook nog wel eens helpen. Kan je het dan bijvoorbeeld eentje aan laten zien? Ik heb een projector mee en die kan ik je wel even laten zien. Nou, vet leuk. Oké. Als je het misschien even donker zou willen maken, dan kan je zien hoe de projector werkt. Dat wil ik wel even. Nou, en kijk, dit kan dan zorgen dat je niet zo gaat piekeren in je hoofd, maar dat je meer op de lampjes gaat letten. Ja. Mooi, hè? Heel mooi. Ik maak het nu weer even licht, want we gaan het zo weer even wat vragen stellen. Dat is goed. Hoe gaat het
om het in uit te proberen. Hoe kan dat? Kan je dan eens even uitleggen? Ja. Nou, dan kan je aan je begeleider vragen of die dat voor jou wil aanvragen. En dat kan dan via bij het Digitaal Lab. Want die hebben bijna alle spullen liggen. En de Somnox, dat moet via de PPD. Oh ja, handig hoor. Ja. Ja. Kan je nog meer, ons iets meer nog uitleggen? Over wat de PPD doet. Wat dat meer doet, ja. Zeker. Nou, wij sluiten altijd aan bij een bewonersbespreking. Dus dan gaan de begeleiders het over jullie hebben. En daar sluiten wij altijd bij aan. Om te kijken of we nog meer kunnen helpen. En we sluiten ook altijd aan bij de zorgplanbesprekingen. Als iemand bijvoorbeeld wil verhuizen, dan kunnen we een woonvraag schrijven. En we doen ook behandelingen bij mensen, of bij mensen van Elver, of bij mensen die nog niet bij Elver wonen, maar die wel hulp nodig hebben. En dan kunnen we echt met allerlei soorten vragen kunnen we bij helpen. En we geven bijvoorbeeld ook scholingen aan de begeleiders, bijvoorbeeld over autisme of over dementie. Daar kunnen we ook een heleboel over vertellen. Ja, mooi. Ja. Stel, als jullie een bewoners een vraag hebben, kan dat? Als bewoners een vraag hebben, dan zeggen we altijd, ga maar eerst met de begeleiders praten. Want die kennen jullie het beste en die zijn er voor jullie. En als de begeleiders dan niet meer weten hoe ze jullie kunnen helpen, dan kunnen de begeleiders iemand van de PPD vragen om extra hulp. En dan kunnen we eventueel ook wel bijvoorbeeld gesprekjes doen met de bewoners zelf. Als de begeleiders het niet meer kunnen. Oh ja, handig, ja. Nou, dan weet ik genoeg. Zullen we gaan afronden? Vind ik helemaal goed. Nou, super bedankt dat je even op bezoek mag komen. Ja, ik vond het gezellig. En jullie ook super bedankt voor tijd. En hoop tot de volgende keer. Doei. Dankjewel, Quincy. Ik vond het super leuk om hier te zijn. Dankjewel en een fijne avond. En een fijne avond. Doeg. Als jullie nog kaartjes aan willen steken, het kan nog steeds. Mail dan naar Sterre. Wij letten steeds meer op dat de wereld niet zo vies maken. Ook in de keuken. Van Elver letten ze op. Falco en Joris laten dit zien. Wij gaan ons even voorstellen. Hoe heet jij? Joris. En ik ben Falco. En wij werken alle twee in de keuken, hè Joris? Ja, zeker. En wij vinden duurzaamheid heel erg belangrijk. Omdat we denken dat dat bijdraagt aan een betere toekomst. En we willen heel graag ons steentje daaraan bijdragen, toch? Ja, zeker. Nou, we hebben onder andere ons plastic bestek veranderd naar Joris. Naar papier. Naar een papier. Dit is een papierlepel. En dan zijn we nu in de keuken. En natuurlijk doen wij ons plastic afval. En pas opruimen. Heel goed. En in de afwaskeuken, het liefst zo min mogelijk natuurlijk. Maar daar doen wij al het etensafval. En pas opruimen. En ook met onze maaltijdbox proberen we natuurlijk meer te veranderen. Zo gaan we van deze naar... Naar deze. En van deze naar... Deze. En natuurlijk doet de winkel ook mee. Zo zijn we van plastic fruitzakjes overgegaan naar papieren fruitzakjes, hè Joris? Zeker, ja. En natuurlijk denken we in de keuken ook na over mooie vegetarische varianten. Elke suggestie is welkom. Wij zetten het graag op het menu, hè Joris? Ja, zeker. Linda heeft een vlog gemaakt bij het pleiwerk. Kijk maar mee.
daar is Theo weer. Kijk maar mee wat hij moet doen. Theo. Naast. Goed zo. Wacht. Kom voor. Keurig. Dit doet Theo hartstikke goed. Maar er is geen afleiding. Nu ga ik twee knuffels langs de route leggen. En dan moet hij nog steeds meteen naar mij toe komen. Wat denken jullie? Doet hij het of doet dit niet? Ta-ta-ta. Luister goed. Weet jij wat je hoort? Ik heb een plaatje vervormd. Zie jij wat het is? Daar is Dirkje weer. Die heeft 3 vragen. Hallo, ik ben Dirkje. Ik doe weer de 3 vragen. De eerste vraag. Hoe heet de vrouwtjesolifant? Wat voor kleur heet de huid van de volwassen ijsbeer? Welke dier valt de arm eraf als er gedreigd wordt? En dan groeit de later weer aan. Kijk goed, zie jij verschillen? Daar is Jaap weer. Wat doet hij? We gaan met ons allen lachen. Niet van Quincy, maar van Dennis. Hoi, ik ben Dennis. Ik heb weer een leuke mop voor jullie. Komt-ie. Wat is groen en altijd moe? Een krop slaap. Ha, 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 ha. Adios. Er is ook nog een filmpje van de deelraad. Kijk maar mee. Vandaag laten we je een filmpje zien over infectiepreventie. Dat betekent het voorkomen van ziektes en infecties. Elva heeft hier nieuwe regels voor. Zoals je mag geen los haar en geen lange baard. En je moet je kleding op 60 graden wassen na je dienst. We hebben personeel gevraagd wat zij van deze nieuwe regels vinden. Maar nou zijn wij ook benieuwd wat jullie van deze nieuwe regels vinden. En daarom hebben we een poll gemaakt. Deze kun je invullen op de 11 voor jouw site bij het kopje deelraad cliënten.
Veel succes met invullen. Ik mag nagellak op tijdens het werken. Ik ben het er niet mee eens, omdat ik vanuit mijn opleiding gewend ben om geen nagellak te dragen. Ja, een beetje twijfel tussenin. Ja, ik vind toch een beetje van, het ligt er wel aan met welke doelgroep. We hebben een groep die best wel zorgintensief is, dus ja, dat vind ik toch wel wat kortere nagels moet hebben en niet zo heel lang dat het, ja. Ik zelf heb nooit nagellak op met werk. Ik mag nagellak op tijdens het werken met bewonersdeelnemers. Ik heb het wel, maar volgens mij mag het niet. Nou, ik vind dat een. Ik ben het daarmee eens. Want ze willen graag het gewone leven hebben binnen Elven. Wat ik wel een kanttekening vind, is dat de nagels niet te lang moeten zijn. Ik mag nagellak op tijdens het werk. Oneens of. Eens? Ben je het er niet mee eens? Ik ben er eens, alleen geen nepnagels. Ik ben niet voor nepnagels. Oké, dankjewel. Ik vind dat werkkleren gewassen moet worden op 60 graden. Dan zou ik denk ik deze. Het werkkleren, ja, het is toch een beetje licht eraan. Niet alles kan gewassen worden op 60 graden. Dus dan zou je al dingen moeten kopen om te zorgen dat het wel kan. Dan zou eigenlijk Elver zelf zeggen, moet zeggen van oké, hier hebben jullie wat. Ja, ik doe het zelf niet. Maar dat is denk ik wel hygiënischer, hè? Ja. Allebei een beetje, want je moet natuurlijk wel zelf wassen en ja, dat kost natuurlijk ook veel moeite en veel tijd. En als je het elke dag moet wassen, dan wordt het wel veel. Hoe denk jij daarover? Daar ben ik het niet mee eens. Ik vind kleding wassen op 60 graden vind ik eigenlijk veel te warm. En dat mag iedereen zelf bepalen wanneer je op hoeveel graden en wanneer je je was doet. Mocht Elver er anders over denken, dan is er misschien een oplossing voor bedrijfskleding of zoiets. Maar zodra het om eigen kleding gaat, ben ik het daar niet mee eens. Nou, die ga ik echt niet op 60 graden wassen, hoor. Nee, zo kom ik niet. Nee, daar blijft er niks meer over. Ik mag werken met een lange haar of met een baard. Ben ik het mee eens. Is een keuze die iedereen mag maken, vind ik zelf. Het is alleen wel met losse haren en gedragsmoeilijke groepen daar. Maar goed, daar is vaak voor je eigen veiligheid dat ze dan de haren dicht doen. Maar dat heeft niks te maken met infectiepreventie. Maar ik vind het aan in ieder om zelf te bepalen wat ze daar wel of niet mee willen. Dus daar ben ik het mee eens. Nee, vind ik onhygiënisch een beetje. En ja, cliënten hebben natuurlijk allemaal dan mijn haren bij zich zitten. Van mij, ik vind van wel dat dat mag. Ja, waarom? Ik vind dat je gewoon zelf mag zijn, toch? Als je een baardje wil hebben, als je lang haar. Als je los haar hebt, wel een staartje. Maar als je weer klaar bent met werken, kun je de losse haar weer lossen. Oké. Voor mij mag het. Ja, die vind ik dan wel zo. Want vast haar, dat lijkt mij toch wel het meest logische. Dat vind ik toch wel, ja, als je eten aan het geven bent of wat dan ook. Ja, het is niet zo fris als er een lange haar tussen zit. En een lange baard, ja, kan ik me ook voorstellen dat het een beetje viezig kan worden. Ja, en dan ga ik een beetje dus, prikken. Maar zo'n stoppeltjes of dat soort dingen, dat, is, dat vind ik wel, dat moet wel kunnen. Ik mag werken met lange baard of los haar. Eens. Dankjewel voor je mening. Dit vind ik van de nieuwe richtlijnen. Nou, ik ben het deels wel mee eens. En deels oneens. Want ja, hè, zoals het wassen van de kleding. Vind je het wel goed dat er iets gebeurt? Ja, zeker. Zeker, want dat absoluut. Want het is niet heel goed bekend onder het personeel. Ik vind dat ze goed zijn, hoor. Ik vind dat ze er ook mogen zijn om extra aandacht te besteden aan de infectiepreventie. Dat we toch even goed kijken naar wat we allemaal doen, hè? Ja, ik heb ze zelf nog niet doorgelezen. Dus zou ik misschien wel moeten doen hierna, hè? Wat we net al een beetje over hadden. Het is een beetje wisselend. Sommige dingen kan ik me wel in vinden. Dus dat het belangrijk is dat er overal desinfectant staat en dat je goed je handen wast. Maar met het nagelslakken en de baard, dat die afgeknipt moet worden, ja, dat vind ik een twijfelgevalletje. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar nog niet helemaal van op de hoogte ben, omdat wij ook nog met de scholing bezig gaan. Nou, ik ben niet met alles eens. Ik ben met sommige dingen wel eens, maar niet met alles. Maar in dit geval grotendeels oneens. Bedankt voor je mening. Wat denk jij?
Zo zie je het. Doen? Hier komt het antwoord. Wacht. Kom voor. Nee. Goed zo. Knap hoor. Yes, I do that. Wist je wat je hoort? Kijk maar mee. Je ziet het antwoord. Dirkje heeft 3 vragen en die geeft zelf het antwoord. Hoe noemt ze tijd voor de antwoorden? Ik vroeg je, hoe heet de vrouwtjesolifant, de koe? Hier komt de vraag, antwoord op de tweede vraag. Ik vroeg je, wat voor kleur heeft de huid van de volwassen ijsbeer? Zwart. Hier komt het antwoord van de derde vraag. Ik vroeg je welke dier groeit de arm, valt de arm eraf als er weer gedreigd voelt en later weer aangroeit. Ottobus. Kijk goed. Zie jij verschillen? Zag jij de verschillen? Je ziet vooraan een stoel. Ene foto wel. En bij de andere foto niet. Thijs kijkt naar links en naar rechts. Charlotte, een krant en een kopje thee. En Jaap, Jaap, tap een biertje. Dat was het weer voor deze keer. We kijken nog even terug naar de regenboogband. Doei!